Beste studenten van HoGent, jullie hebben de kans om in jullie vakwerk iets te doen voor de Clemenspoort. Je weet, de Clemenspoort is een gebuur van de HoGent, is een dorpje waar ongeveer 600 mensen wonen op kruissnelheid. Een heel interessant coloriet van verschillende functies die elkaar versterkend vinden, gebouwd rond een vista, rond een centrale staplijn, fietslijn. Maar we hebben een zorg, we hebben ook een klein park. Het park heet het Guido Moens Park. En een heel interessante figuur die je zeker zal ontdekken als je instapt in het project. En we zijn op zoek om dit park te herontwikkelen. Want zoals een van jullie docenten zei, een park dat van iedereen is, is ook van niemand. En we willen dat dat park dat we hebben, hoe klein het ook is, we willen daar een plan voor bedenken dat een meerwaarde kan betekenen voor het dorpje dat hier gevormd is, maar ook in afgeleide voor de grote buurt rondom rond. En onze vraag is, willen jullie met jullie projectwerk, door onderzoek, door het geven van suggesties en simulaties, ons helpen om te komen tot een praktisch plan dat wij op termijn ook kunnen uitrollen en realiseren op deze plek? Als jij meegaat in dit thema, dan verleg je echt een steen in de rivier, want het zal gerealiseerd worden en je zal een stukje mee toekomst schrijven op deze plek. We beloven een zeer goede coaching en ondersteuning in je volledige projectwerking. Ik zou zeggen, denk erover na en help jij mij om het park hier op onze Overwaalde site een hele nieuwe, duurzame, geïntegreerde bestemming te geven.